Ik heb daar ervaringen mee gehad. En ja, dat is niet plezant. Dat is niet naar buiten kunnen gaan. Je krijgt er ook niks om te doen. Je moet gewoon eigenlijk daar zitten en wachten dat er iemand komt om met je te praten. Je kunt dat wel aan mensen merken. Die komen er echt uit alsof dat die er geen tweede keer meer in willen zitten. Gewoon echt gedrag van dat ze echt geen fouten meer willen maken. Echt heel rustig. Ja, dat maakt je zeker rustig. Ja. Allee, als je daar niet wilt inkomen, dan... Ik blijf gewoon altijd op mijn eentje eigenlijk dan. Geen fouten te maken. Gewoon afzonderen telkens. Ik zelf probeer altijd de mensen te helpen. Die te helpen terug in de groep te komen en zo. En ervoor te zorgen dat die hun eigen goed voelen. En zich niet moeten schamen voor wat er gebeurd is. Maar om dat te voorkomen, om daarin te gaan, dat weet je niet, hè. Dat weet je pas als het mis aan het lopen is. Het gaat altijd sowieso wel eens mislopen, denk ik. Ik zou gewoon altijd proberen praten met iemand. De meesten geven gewoon straf en komen achteraf met praten. En als die daarachter nog altijd last zien doen en niet in gesprek kunnen gaan, dan zou ik die wel gewoon naar hun kamer sturen. En als het misloopt, ja, dan zo'n para.